Ik krijg wel vaak reacties van mensen die zich in mijn boeken herkennen. Vrouwland is een boek dat ik wilde schrijven omdat ik het interessant vond hoe jongeren met een migratieachtergrond proberen zichzelf vorm te geven in een omgeving die niet altijd open staat voor wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Wat doe je met die erfenis, wat doe je met die geschiedenis die je meeneemt? Dat zijn denk ik belangrijke onderwerpen in mijn schrijven, omdat dat ook zaken zijn die heel erg dicht bij mij staan. Ik ben zelf ook natuurlijk dochter van migranten. En dan is het een heel bijzondere positie van waaruit je dan naar de wereld kijkt. Hij nam haar mee naar modern ballet. Klassieke muziek en lichamen die in rare lycra-pakjes kronkelden en neervielen op flarde klassieke muziek. Ze begreep er niet veel van. Maar ze glimlachte minzaam en knikte bevestigend telkens hij een scène vol lof becommentarieerde. Toen ik de kortverhalen in Een kind van God schreef, was ik zelf op dat moment advocaat in Brussel. Heel veel van die verhalen die zijn dan ook gebaseerd op min of meer waar gebeurde zaken. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Petru, dat Roemeens jongetje, dat samen met zijn vrienden geweigerd is geweest in een school. Omwille van zijn achtergrond. Hij is een Roma-jongen. Als men over Roma-mensen spreekt, dan denkt men al gauw aan heel negatieve zaken. En dan wil men ze liever kwijt dan dat men ze rijk is. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En ik vond het belangrijk om dat verhaal dan ook te vertellen. Om een gezicht te plakken op zaken die wij van het nieuws horen, maar waar we eigenlijk verder ons geen voorstelling van kunnen maken. Ik vind het heel fijn om zo een lijntje te gooien naar de realiteit, naar de werkelijkheid, ook al schrijf ik fictie. Wat ik ook heb gedaan in De man die niet begraven wilde worden, is dat ik mijn personages namen heb gegeven van mensen die ik echt ken. Omdat ik ook in die personages een karaktertrek herken van de echte persoon die ik dan, wiens naam ik dan gebruik. Heel veel mensen vinden dat als ze zichzelf daar dan in, als ze dat ontdekken, hè, dan zijn ze eigenlijk wel verbaasd, maar vinden het eigenlijk wel amusant. Ik heb dan een heel atypisch boek geschreven voor mijn doen, een non-fictieboek, Zwijg Allochton. Nadat ik een kortfilm had gemaakt, een fictieproject had gemaakt over een vrouw die een gezichtssluier draagt, dan is daar eigenlijk een redelijk grote politieke hijsa rond ontstaan. Dat heeft dan jammerlijk genoeg geleid tot mijn ontslag bij het gelijkkansencentrum Unia. Dat incident was op zich al heel erg pijnlijk, maar ik vond wel dat het een aantal zaken zichtbaar maakte die wij vandaag in onze samenleving tegenkomen als we het hebben over de rechten van minderheden. Wie mag er spreken, wie mag er niet spreken, welke onderwerpen zijn taboe, welke onderwerpen zijn dat niet. En ik vond het eigenlijk wel een heel interessante casus als je het vanuit een afstand bekijkt. Het maakt toch wel een aantal zaken zichtbaar. Vertel het iemand is een roman die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog en speelt zich af zowel in Centraal Marokko als in Noord-Frankrijk. Ik vond het belangrijk om dit verhaal te vertellen. Het verhaal van een jonge MSZ-soldaat die vanuit Centraal Marokko vertrekt met het Franse leger naar Noord-Frankrijk om daar te vechten tegen de Duitse invallers. En dat is een verhaal dat veel te weinig verteld wordt. Wat mij enorm verwonderde was wanneer dat lezers van dit boek mij dan kwamen zeggen dat ze absoluut niet wisten dat daar mannen van kleur hebben meegevochten tijdens die Eerste Wereldoorlog. Dat is een feit dat eigenlijk wat ondergesneeuwd is of onder de mat geveegd is. Het is belangrijk dat we dat op de voorgrond zetten, omdat het toch wel een belangrijk deel is van onze geschiedenis. Hè. Ook dat die mannen die daar gevochten hebben en die eigenlijk onbekend zijn gebleven en naamloos zijn gebleven, dat we die dan toch ergens een prominente plaats teruggeven.